Mijn gast is undercover journalist. Hij deed zich voor als werknemer bij onder andere Bol.com, Uber, De Weekamp, Schiphol als flitscourier en verkeersregelaar. Over zijn bevindingen schreef hij rapportages en boeken. En vanavond is hij hier, laat je horen voor Jeroen van Bergijk. Kreeg je in het magazijn van Bol.com ook zo'n ontvangst wel eens? Nooit. Nee. Wat leuk dat je er bent. Even voor de duidelijkheid, je bent beroemd van al je undercover journalistiek. Je hebt nog nooit bij ons op de redactie undercover gewerkt, toch? Nee. Nee, oké, anders was je bij deze ontslagen namelijk. Maar jij bent dus, voor de mensen die niet weten, jouw verhaal is best bijzonder. Je hebt bij allemaal verschillende bedrijven undercover gewerkt. Ik vroeg me meteen af, hoe pak je dat aan? Wat is je methode? Gaan ze niet je cv checken? Of hoe begin je daar? Voor dit soort werk zit iedereen te springen om werk. Ja, ja. En voor dit soort werk wordt er ook niet gegoogeld. En je hoeft geen cv. Of een... Maar ga je daarvan uit dan als je solliciteert? Of heb je ook een hele backstory klaarstaan en een andere naam? En een Ik probeer altijd wel zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En ik solliciteer onder mijn eigen naam, maar ik heb een paar voornamen. Dus die gebruik ik een andere voornamen. Ja. Dus als mensen dan Jeroen googelen, dan komen ze niet direct bij mij uit. Maar, nee. Ja. Wat grappig. En je gaat er dus een beetje vanuit dat ze je niet helemaal kapot checken en dat het gewoon goed komt. Dat doen ze niet. Het ergste of het meest bijzondere waar ik ooit mee weg ben gekomen, toen ging ik solliciteren als verkeersregelaar. Ja. En toen had ik daarvoor als Uberchauffeur een halfjaartje gewerkt. Toen stond er op mijn cv van, nou, ik heb gestudeerd in de jaren 90. 25 jaar lang niks. Een half jaar Uberchauffeur en nu wil ik verkeersregelaar worden. En ik kreeg daar geen ene vraag over. We hebben wel gezellig over Uber zitten praten, maar niet over die 25 jaar. Wauw, wat bizar. En dat is dus niet zo bizar, want zo gaat het dan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, nee, oké. Okay, ja, ze staan er gewoon echt om te springen. Ja. Ja. Ik heb met verbazing zitten lezen, vooral over je ervaring bij Bol.com. Dat was een... je werkte in een magazijn. Kun je daar iets over vertellen? Wat heb je daar allemaal meegemaakt? Nou, ik was een van de weinigen daar die Nederlands sprak. De meeste zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa of Spanje. Dus ik sprak Nederlands. En dan kom je automatisch op de afdeling retouren terecht. Want je moet die briefjes kunnen lezen die bij jouw retourproduct zitten. Waarom mensen jou een product retour sturen. Ja. Bol heeft een hele vriendelijke regeling, of althans toen. Binnen 30 dagen, als je je product terugstuurt, dan krijg je gegarandeerd je geld terug. 10.000 pakjes per dag kwamen daar per dag binnen. Wow. Een enorme hal, een enorme lange lopende band. En daar kwamen al die pakjes, werden daar opgestort. En die moest je dan inspecteren. Ja. Zit er iemand erin zou moeten zitten? Is het nog een beetje bruikbaar? Kunnen we het weer verkopen aan de volgende? Of moet het naar een opkoper? Of wordt het gewoon weggegooid? Nou ja, die eerste dag kreeg ik natuurlijk de meest gore verhalen van al mijn collega's. Dus een van de jongens die vertelde van... Bol.com is ook een winkel die heel veel seksspeeltjes verkoopt. Ja. Het is de grootste sekswinkel van Nederland. Dat wist een vibrator. En hij wees zo op zijn arm zo groot. Met de poep er nog aan. Wat? Ah. Er zitten heel veel jongeren in de zaal. Maar ja. Nou, wat mij verbaasde, wat ik echt op... Dus dat was de obscene. Maar wat ik echt obscene vond, was... Oh, dit vond je nog niet obscene? Nee. Hoe mensen misbruik maken van die regeling. Ja. Dus dan een koffer werd er teruggestuurd. En dan doe je die koffer open en er zitten een paar vieze sokken in. Maar ook nog het label van de vliegtuigmaatschappij zit nog aan die koffer. Er zijn mensen die kopen de koffer, dan gaan ze mee op vakantie. Dan stuur ze hem weer terug. Een stofzuiger, dan maak je er open en die stofzuigerzak zit gewoon helemaal vol met rotzooi. Ik ben zo bang dat jij nu mensen op ideeën aan het brengen bent ook. Maar... Nou ja, ik vond het zelf ook heel moeilijk te geloven. Ja. Ik vond het ook heel raar dat dat allemaal maar geaccepteerd werd. Toen heb ik zelf de proef op de som genomen en een baartrimmer gekocht. En die gebruikt om mijn baard te trimmen. En een paar werkschoenen en ook teruggestuurd. En ik kreeg ook meteen mijn geld terug. Dus mensen weten dit al. Jij bent bij al die bedrijven heb je undercover gewerkt. Ben je nooit bang geweest om ontmaskerd te worden? Ja, die angst heb ik altijd. Wordt ook steeds groter, omdat ik iets bekender word. Ja, vanavond helpt ook niet mee dan. Maar ik denk dat mensen met wie ik werk, die kijken helemaal niet naar jou. Nee, dus... nee, ik ben het eens. Het is oké. Maar
Ben je wel eens ontmaskerd? Ja, ik ben wel eens ontmaskerd. Ja. Dat is wel een grappig verhaal. Want ja. Daar had jij ook mee te maken. Want het was iemand van jouw redactie. Ja. Hielke Jan heet die. Die is onze fact-checker, researcher. Ja. De gouden kracht op de redactie. Ja. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar die was bevriend met een jongen die heet Brian. Ja. En met Brian zat ik in een opleidingsklasje voor de callcenter van Weekamp. Ja. En Brian, die had ook op de school van journalistiek gezeten. Dus ik dacht meteen al, oh, fuck, die kent mij misschien of zo. Die heeft misschien mijn stukken in de Volkskrant gelezen. Dus maar goed, dat ging helemaal goed. Ja. En op een dag gingen Hielke Jan, jouw researcher, en Brian wat drinken in Zwolle, in de boekhandel. En Hielke Jan is een fan van mij. En die zei tegen Brian, je moet de verhalen van die Van Bergijk eens lezen. Want dat lijkt heel erg op wat jij vertelt. Weet je wel, met die extreme digitale controle. En alles wordt in de gaten gehouden. En je mag niet naar de wc en dit en dat. En Brian had iets van, ja, zal wel. Dus zij gingen in die boekwinkel zitten. En het was net een boek van mij uitgekomen. Waar mijn hoofd nogal prominent op de cover stond. Ja, ja. En Hielke Jan zegt tegen Brian, nou, hé, dat is toevallig. Dat is dus die Van Bergijk waar ik het over had. En Brian staat zo te kijken naar die cover. Duurde een minuut. En die zegt, maar dat is Willem. He, zo kende hij mij. En nee, dat is Jeroen. Nee, dat is Willem. Nou, zij, wat is hier aan de hand? Ze dachten nog even, misschien heb ik een tweelingbroer. Ja. Nou, zo gingen ze mijn Insta's checken en toen kregen ze een beetje aanwijzingen. En ik was toevallig net op vakantie een paar dagen. Toen stuurde Brian mij een berichtje van Willem/Jeroen. Klopt het dat jij eigenlijk Jeroen bent? En ik kreeg dat. Nou ben ik de sigaar natuurlijk. Dus ik heb het. Ja, zou kunnen, maar. Zullen wij even bellen? Ja. Nou, toen kwam het goed, want Brian was een topgozer. Ja, Hielke Jan is niet makkelijk om de tuin te leiden. Ik ben blij dat we hem achter de schermen hebben werken. Je hebt een boek geschreven, Undercover aan het werk heet het. Dat gaat ook echt over de reden waarom je dit werk doet. Want even los van het stoere verhaal, het is natuurlijk heel cool, Undercover James Bond-achtig. Maar wat is de reden dat je dit soort dingen doet? Waarom heb je die behoefte om undercover te gaan? Nou ja, we hoorden de koning vandaag in de troonrede spreken over bestaanszekerheid. Je had het net ook over werk. Er is een enorme groep mensen in Nederland. Flinke minderheid. Met de meeste mensen gaat het goed, maar heel veel mensen gaat het niet goed. Die gaan van flexbaantje naar flexbaantje. En er is heel weinig aandacht voor het soort werk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Met corona stonden al heel veel van die beroepen op de lijst essentiële beroepen. En dat lijken we allemaal alweer vergeten te zijn. Onder mensen zoals ik en mijn vrienden, hoger opgeleide, die hebben eigenlijk nauwelijks weten van wat daar gebeurt. Dat wil ik veranderen. Ja. Ik wil wel laten zien hoe dat, hoe dat daar aan toe gaat. Oké, okay. Nou, tot slot, waar ga je de komende tijd undercover werken? Ga je niet zeggen. Okay. Jeroen, heel veel bedankt dat je er was. Geef een grote applaus. Ik ga mijn kruppeltje in het boek lezen. Undercover aan het werk komt over 2 weken uit. Twee weken. Ja, oké. Okay. Ga door met wat je doet en Jeroen van Berg. Jullie bedankt voor het komen, jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond, op naar de morgen. Doei. Ik heb wat kijkersonderzoek gedaan. En wat blijkt nou? Alleen de 10% leukste en aantrekkelijkste kijkers abonneren zich op dit kanaal. Ik weet niet wat jij doet, maar ik zou er wel bij willen horen. Snel, abonneren. Woe!